Onze kinderen zijn in gevaar, om het dramatisch te zeggen. En ik denk niet dat ik zo dramatisch bezig ben. Ik zit steeds aan die arme jongens te denken, die gelokt worden en dan vier van die vieze kerels te pakken. Tegelijkertijd, waarschijnlijk, zieke mensen. Laten we heel goed beseffen dat we in een crisis verkeren. Wat betreft de bescherming van onze kinderen. En dat het er helemaal niet zo mooi uitziet. Ik heb u gevraagd, Jus Paul. Ik heb gehoord dat in dit zijn er twee leraren. En ik wil dat dossier hebben. Want ik ga ze direct, ik ben korter met de harde taal. Ontslag ter plekke. En ik ga zo verder, dat wanneer er op scholen bordenwissers worden gegooid naar leerlingen en u als schoolleider niet optreedt, niet op de goede schoolleiders nagesproken, ga ik u ook met ontslag sturen. Want u weet dat het pedagogisch didactisch niet hoort. En u weet hoe te handelen. En ik ga u nog verder. Wanneer een inspecteur van onderwijs gevallen binnen een school gerapporteerd heeft en niet handelt, moet u me ook zeggen, want die inspecteur ga ik ook met ontslag sturen. Optimale controle moet er zijn. En ik ga u één ding zeggen, ik respecteer een ieder. We moeten elkander respecteren, we hebben elkander nodig. En ik ga u zeggen, heel binnenkort zullen ook de scholen anders ingericht worden. Boven een cluster scholen ben ik nu bezig met een multidisciplinaire schoolbesturen die uiteindelijk alle problemen binnen de school gaat moeten aanpakken. Ik ben ook op de hoogte van de kindonvriendelijke toiletten die op scholen er zijn. In het beleid van HIAP, Health in All Policies, gaat dit fenomeen ook tot het verleden moeten behoren. Maar uiteindelijk gaan we ons ook zelf moeten opvoeden om te waarderen dat wat we hebben opgezet wordt gekoesterd. Want ik ga u zeggen, je maakt het mee in een vliegtuig. Dat vliegtuig, in het begin is dat toilet schoon. Maar ga er een uur daarna en je hebt toevallig alleen Surinamers op die vlucht. Je schrikt wat je in dat toilet meemaakt. Onmaatschappelijk. Zaken die je chronisch stoort. Chronisch. Als iemand komt naar u toe en is pedagogisch niet gekleed, heeft een grote tatoeage aan haar been, zegt ze is nog leerkracht en ze heeft uiteindelijk zoveel kralen dat ze lijkt op een telraam. Dames en heren, ik kan me grappen maken, we kunnen dansen, we kunnen lol maken. Maar de opvoeding en het voorbeeld voor jongeren begint bij onszelf. Wanneer jongeren verdwaald raken, hebben wij het zelf gezocht. En wanneer we het hebben over mannen die kleine jongens misbruiken, hebben we ook oude vrouwen die kleine jongens misbruiken. En dat moeten we ook niet uit het oog verliezen. Want uiteindelijk weet u, God heeft het menselijk lichaam zodanig geschapen dat bij sommigen krasheid niet te beteugelen is. Maar wij gaan wetgeving moeten maken om zaken in beheersbare proporties te brengen. Leerkrachten, we gaan gezamenlijk werken aan het doel wat wij altijd hebben. Waarborging en kwaliteit van de jeugd. Cognitieve bagage meebrengen en de jeugd binnen waarden en normen opvoeden. Klappen is geen optie. Maar wat ik ook aan de jeugd wil zeggen, ik zal niet tolereren dat u docenten van mij aftakelt. Want anders gaat u me van een andere kleur zien dan dat ik hier wit ben.